Sjoerd, we zijn weer aardig wat uurtjes verder in het onderhandelingsproces over de CAO Metaal en Techniek. Vanochtend hadden we de hoop uitgesproken dat we vandaag toch stappen zouden maken. Zijn die stappen vandaag ook gemaakt, Sjoerd? Gert-Jan, ja. Uiteindelijk hebben de werkgevers een stap gemaakt, een eerste opzet gemaakt om iets op papier te zetten. Dus dat is een stap vanuit hun gezien. En als je kijkt wat de inhoud daarvan is, dan moet je echt nog een keer lezen of ze daarmee echt iets positiefs willen afspreken voor de medewerkers, om de huidige medewerkers te behouden en de sector aantrekkelijk te maken. Dat kan ik niet zeggen, want als je kijkt hun eerste verslechteringsvoorstellen over het afbouwen van generatie of dubbele vrijwilligheid in de generatiepact, afbouw van seniorendagen, ontzienmaatregelen voor deze mensen tot 60 jaar te verhogen, is nog steeds van kracht, maar ze hebben daarvan iets teruggenomen. Het blijft een verslechteringsvoorstel die ze willen ruilen tegenover RVU-regeling. En die RVU-regeling is ook niet één op één die RVU-regeling die in motorvoertuigen is afgesproken. Dus daar zit ook mits maar aan. En daartegenover hebben zij nu toegezegd dat zij jeugdlonen met 5% willen verhogen. Maar als je dan ook nog een keer met motorvoertuigen dat vergelijkt, dan merk je dat toch nog honderden euro's zij daarop achterlopen. Dus al met al, alles wat zij nu voorgesteld hebben, biedt voor ons geen, in ieder geval, perspectief om met hun nu door te gaan, door te praten. En dat gaat niet iets opleveren waarvan wij zouden zeggen, we zien inderdaad dat de werkgevers meer bewegingen gaan maken. We hebben niet eens zo'n loonbod gekregen. Na 4 keer onderhandelen, ze zeggen totaal niets wat ze in hun pocket hebben om komende jaren aan losverhoging te doen in de sector. Dus al met al hebben wij gezegd tegen de werkgevers, we zien nu geen reden om door te gaan, door te praten. We gaan terug naar onze achterban. We gaan dit allemaal uitleggen. We gaan met hun bespreken om in ieder geval te bepalen hoe we verder moeten gaan in dit traject. Dat is helaas op dit moment wat ik kan mededelen. Oké, dat is weinig positiefs, want het lijkt erop dat er dus voor 1 oktober geen verlenging van de CAO wordt afgesproken, Sjoerd. Ja, en daar was ik bang voor, eerlijk gezegd. Maar desondanks hebben wij blijven constructief inzetten. We hebben blijven gewoon op een positieve manier ons in ieder geval inzetten tot te komen tot, om een nieuwe CAO voor 1 oktober. En wij hebben werkgevers herhaaldelijk aangegeven, kom nou eens een keer met iets concreets, kom nou eens een keer met iets concreets. En ze komen nu met iets concreets, maar dat is echt niet om ons verder te brengen. Het is gewoon weer vestzak, broekzak verhaal. Ze halen van ergens vandaan iets weg en ze doen ergens bij weer bij. En met het gevoel van, kijk naar ons, we zijn toch goed bezig. Okay. Maar daar trappen we niet in. Nee, precies. Dus we hebben het overleg dan nu opgeschort. Ja. En we gaan terug naar de achterbannen. En dan kijken we wel even vanaf daar hoe het verder. Ik wil nog iets opmerken, want afgelopen tijd hebben wij heel veel reacties van onze leden gekregen op basis van onze nieuwsbrief. En zij hebben ons ook op het hart gedrukt, joh, geef niet toe, wij willen graag toch positieve afspraken zien. Wij willen graag gewoon onze rechten niet verslechterd zien. Dus in die zin weten wij waarvoor wij het doen. Ja, en ze hebben ook aangegeven dat ze er hard genoeg voor werken. Juist. En dat de werkdruk erg hoog is. Absoluut. Het neemt alleen maar toe. Kijk naar de arbeidsmarktkrapte. Precies. Oké, nou, binnenkort dus meer. Laat je stem alsjeblieft ook horen door ons te mailen. En op metaal@unie.nl, we horen graag van je. Tot de volgende keer, tot gaan we in ieder geval.